Dank u wel, voorzitter. En dank voor de position paper van de heer Andersen en de inleiding van mevrouw Rutjes en haar position paper. Ze hebben waarschijnlijk ook kennis genomen van de twee andere position papers van de heer Jurgens en Voermans. En die zijn heel precies in wat er vernietigd mag worden en niet. En wij zitten nu op dit moment met het archief rondom COVID-19. Dat is in maart 2020 als een hotspot aangewezen. Daar moeten extra zaken bewaard worden. En mijn vraag is nu of het de lezing van u beiden is dat appjes die verstuurd worden, appjes tussen ministers, verslagen van het Catshuisberaad, waar zeer belangrijke besluiten genomen zijn, en opnames van het OMT, of die vier zaken bewaard dienen te worden of niet, en zo ja, op welke wijze? Meneer Andersen? Dat gaat om heel veel stukken die u daar noemt, hè, of die allemaal bewaard zouden moeten worden of niet. Kijk, de archiefwet is een wet die vraagt dat informatie die er is in goede, geordende en toegankelijke staat bewaard moet worden. Dus dat betekent dat informatie die hier rondgaat, e-mails, appjes, documenten, dat die beschikbaar moeten zijn en in goede, geordende staat en toegankelijke staat moeten zijn. Dat betekent bijvoorbeeld, even bij de apps te beginnen, maar ook bij de e-mails kan je het ook zeggen, van als dat op een telefoon zit, dan is dat nog niet in goede orde en toegankelijke staat. Want dat zit er op de telefoon van de specifieke gebruiker. Of dat nou een beleidsmedewerker is, of een TG, SG of een minister, dat maakt in dit geval niet uit. Het zit op de telefoon. Dus het gaat erom dat die informatie overgebracht moet worden in een omgeving dat die beheerd kan worden. Dus dat die goede, geordende en toegankelijke staat ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. En dat kan op heel veel manieren. Voor e-mails is dat soms wat makkelijker, omdat die e-mails natuurlijk vaak op server staan binnen de Rijksoverheid. Als het gaat om appjes is dat natuurlijk weer wat lastiger, want die, ja, waar staan die? Hè? Ik bedoel, als het WhatsApp is, dan zal het waarschijnlijk in Amerika staan. En hoe haal je die er dan uit? Nou, daar zijn verschillende methodes voor. Je kan er een foto van maken, je kan er een tekstfile van maken. Maar de vraag is even of dat dan in goede, geordende en toegankelijke staat is. Als het goed overgebracht is, dan zegt de archiefwet, dan is dat prima. Dan mogen ze daarna gewoon gewist worden van het apparaat waar ze vandaan komen. Maar het stelt wel eisen. Dus als het overgebracht is, moet je wel altijd kunnen zien van wie heeft het document gemaakt. Kunnen we nog precies zien op welk moment het verstuurd is. Dus dat soort contextinformatie, die is wel van belang. En als het allemaal goed geregeld is, als er een verslag gemaakt is, een audioverslag van de vergadering, en is er een goed schriftelijk verslag van gemaakt waar precies in staat wie wat gezegd heeft, en als één op één overgenomen is, kan je die oude verslagen wel wissen. Maar het gaat er dan wel om, zijn er goede afspraken gemaakt aan de voorkant? Dus het verschilt een beetje naar welk soort onderwerp je kijkt, maar de archiefwet eist wel dat als het zeg maar in beheer gebracht wordt, dan moet het in goede, geordende en toegankelijke staat zijn. En dat kan betekenen dat informatie gewist wordt, omdat het bijvoorbeeld overgebracht is, maar ook informatie waar de gebruiker van zegt, ja, als het gaat om een uitnodiging voor een vergadering of een koffieverzoek, ja, je hoeft niet alles te bewaren, nieuwsbrieven hoef je niet te bewaren. Alleen het lastige is, je laat natuurlijk wel aan de persoonlijke medewerker of aan de minister laat je dan over van, wat is nou wel van belang? En daar wringt het natuurlijk wel een beetje. En er zijn wel richtlijnen voor binnen de Rijksoverheid, maar het wordt wel aan de individuele medewerker overgelaten van de minister. Het is daar niet, er zijn richtlijnen van, je kunt beter geen WhatsApp gebruiken. Hè? Dus, en als je het gebruikt, doe het dan voorzichtig. En app met beleid. En niet over beleid is dan de uitspraak. Maar het is wel de afweging die een persoonlijke medewerker moet maken. Mevrouw Rutjes. Dit programma komt in beeld eigenlijk op het moment dat er informatie bewaard moet worden. En op grond waarvan, of dat nou de archiefwet is of de wet open overheid, of dan komt dit programma in actie. Dat is wat wij doen. Dus wat wij bij de hotspots, maar ook bij andere zaken doen, wij maken een werkwijze waarmee dan de e-mails bewaard kunnen blijven. Of de juiste WhatsApp-berichten of de social media-uitingen. Dus wij maken dingen, of dat je dingen snel kunt vinden. Dat is wat wij als programma doen. Dus wij gaan niet over het wat, dat is een politiek besluit, dat is ook aan de Kamer. Dat is in wetgeving vastgelegd, maar wat wij als programma doen is ondersteunen dat het überhaupt kan gebeuren. Want dat is in een digitaal tijdperk eigenlijk steeds het ingewikkelde. Dus we doen wel alsof het allemaal heel makkelijk vast te leggen is, maar daar heb je gewoon de goede IT-tooling en de goede gedragsregels en dat heb je er allemaal voor nodig. En dat is wat wij als programma maken. Dus wij doen geen
dat klinkt nou een beetje te politiek, maar wij doen geen uitspraken over de andere position papers, in welke standpunten worden ingenomen. Wij zien het als onze plicht en verantwoordelijkheid om te ondersteunen wat er gedaan moet worden. De heer Omtzigt. Ja, dan is de volgvraag aan de heer Andersen. Dank voor de duidelijke uitleg van u beiden. Dat betekent, de vraag staat nog even open over of er verslagen gemaakt moeten worden van de bijeenkomst op het Catshuis. Want daar zijn heel veel belangrijke besluiten genomen. En dat waren geen koffieuitnodigingen en dat waren ook geen nieuwsbrieven, zal ik maar zeggen. Ik zit hier ook niet om te denken van, is er ooit per ongeluk ergens een zinnetje weggevallen? Ik bedoel, dan was u hier ook niet uitgenodigd. Dus dat is de eerste. Zat er een plicht om op het Catshuis notulen bij te houden op het moment dat je belangrijke besluiten neemt die gaan over de grondrechten van de Nederlandse burgers? Twee, u bent helder geweest. U heeft geen ding gezegd bij de appjes. De appjes moeten betrekking hebben op bestuurlijke besluitvorming. U zei, alle appjes moeten bewaard blijven en daarnaast kun je de appjes die over gefeliciteerd en over kom je om 8 uur vanavond bij mij, die kun je weglaten. Maar andere appjes niet. En in de hotspot MH17 van AZ staat bijvoorbeeld ook expliciet dat communicaties tussen ministers bewaard moet blijven. En in de CEO van het Rijk heeft expliciet aangegeven, appjes worden gebruikt en zijn belangrijk om te bewaren. Moet ik daar gewoon uit concluderen dat het berichtenverkeer van de minister-president, behoudens dus een aantal appjes die wat sociaal van aard zijn, gewoon volgens u bewaard hadden moeten worden in een veilige omgeving de afgelopen 2 jaar? Meneer Andersen. Nou, even met het laatste te beginnen. We hebben aangekondigd dat wij onderzoek gaan doen naar het informatiebeheer bij het ministerie van AZ. En dan kijken we ook naar van de minister-president heeft in de Kamer uitgelegd van hoe hij omgaat met zijn sms. En dat als hij vond dat die bewaard moesten worden, dat hij daar medewerkers dat doorsturen. En dat die medewerkers dat vervolgens dan in het systeem gebracht heeft. Dat heeft hij in de Kamer gezegd. En dat gaan we onderzoeken. Wij gaan dus kijken van kijk, sms'jes of whatsappjes of e-mails die er niet meer zijn, daar kunnen we ook moeilijk toezicht op houden. Je kunt wel kijken van wat er overgebracht is en is het op de goede manier gedaan en is het inderdaad op de goede manier in beheer gebracht, maar ik weet niet wat er aan sms'jes niet is. Het tweede, de vraag die u stelt van, kijk, de archiefwet schrijft niet voor dat er informatie vastgelegd moet worden. Dat is dan degene die daar zeg maar zelf iets voor inricht. Dus elke organisatie die maakt een selectielijst waarin aangegeven wordt van dit is informatie die belangrijk is om te bewaren, dit is informatie die belangrijk is om te vernietigen, maar dat zijn besluiten die organisaties zelf nemen. De archiefwet schrijft niet voor wat je moet bewaren, de archiefwet schrijft voor van als je dingen hebt, dan moet je het goed doen. Dus je moet altijd, en dat zegt de archiefwet ook, de zorgdrager, dat is in feite degene die verantwoordelijk is voor de informatie, die moet zelf bepalen van wat hij of zij belangrijk vindt. Want dat kun je moeilijk aan een externe partij of aan een toezicht overlaten van wat is nou belangrijk. Dat moet zo'n organisatie zelf kunnen bepalen. Wij kunnen vervolgens wel kijken van wat er bewaard is, is dat een goede en geordende en toegankelijke staat gebeurt. Helder. De heer Dassen. Dank voorzitter en dank voor de